Staat er niet. Goed, dames en heren. Wij gaan verder. We zijn vorige keer zijn we begonnen met het te hebben over de bewegingen die je in allerlei gewrichten kan maken. Dat is de meest logische volgende stap. We weten nu wat de plaatsen zijn dat je om bepaalde vlakken in bepaalde assen heen kan bewegen. En we hebben gezegd in de romp kun je een aantal bewegingen maken. En we hebben het vorige keer gehad over het schoudergewricht. En het schoudergewricht, dat is iets anders dan de schoudergordel. Dit is een beweging in de schoudergordel. Dit is een beweging in het schoudergewricht. Het schoudergewricht is de combinatie tussen je bovenarm, schouderblad en sleutelbeen. De schoudergordel, dan beweegt dat hele gedeelte gewoon mee. En is het draaipunt eigenlijk hier zo, de overgang tussen jouw sleutelbeen en jouw borstbeen. Als ik daar zo een as doorheen steek, welke as is dat dan? Heel goed, de sagittale as. Yes? Goed, daar gaan we. We pakken heel even deze waarschuwing van de projector, pakken we er niet bij. We doen eerst even een stapje achteruit en vervolgens gaan we heel hard vooruit. Het schoudergewricht, die kon een aantal bewegingen kon die maken. Ik wijs even naar iemand aan en die mag er één noemen. We gaan het even zo doen. Maarten, schoudergewricht. Antiflexie. Jordan. Abductie. Zou ik niet meer weten. Zoiets dan? Nee. Joost. Exorotatie. Exorotatie. Oké, we hebben nu van de drie die bewegingen kunnen we maken, hebben we nu allemaal één kant op gehad, nu alle andere kant. Noem een andere kant op. We hebben antiflexie, abductie en exorotatie gehad. Hoeveel? Retroflexie. Check. Nee, ik had het verkeerd, man. We hebben antiflexie, retroflexie. We hebben abductie. Abductie. En we hadden exorotatie en? En de rotatie. Niet doen alsof je denkt, oh shit, hij kijkt naar mij. Ja. Maar je wist het antwoord toch gewoon, dus is er niks aan de hand dan. Wist je het niet? Vind je het lastig, dit of niet? Ja, wel. Heb je het geleerd? Hoe leer je het? Gewoon erin stampen. Anatomie is inderdaad vooral in het begin vooral erin stampen. En veel bewegen en veel doen. Ik heb gisteren geleerd met MMA. Met MMA? Nee, met MMA. Oh, met je ma. Ja, dat is een manier. Ik heb even staan, zat ik ook en ik zei, ja, dit is fijn prachtig. Heel goed. Heel goed. En je moeder dacht in het begin, waar is die jongen mee bezig? Maar uiteindelijk vond ze het ook wel oké. Okay. Ja, die dacht, die heeft weer een of andere gekke bui vandaag. Ja, goed. Nou, dat is wel de manier, hoe vaak je ermee bezig bent, hoe minder moeilijk het wordt. Wacht even, die schoudergordel. Speciaal voor jou dat plaatje. Ja, daar is ze. Schoudergordel. Ja, die weet hij wel eens hier. Dat is toch wel speciaal voor jou. Vertel. Depressie, naar beneden. Elevatie. Doe jij er een, Joost? Rotatie, nee. Rotractie en? Retractie. Retractie, inderdaad, ja. Depressie, elevatie, protractie, retractie. Ja? Nou, die laatste die we gedaan hadden gisteren, die was eigenlijk vrij makkelijk, hè? Dat was de elleboog, want die kon eigenlijk maar twee dingen. Jij? Ja, je was er gisteren niet. Heel klein. Wat kan je elleboog? Extensie. Nog een keer? Zeg extensie, strekken. Zo. Zal je leren. En flexie inderdaad, ja. Flexie en extensie. Flexie en extensie. Ja? En ik had ook al gezegd dat eigenlijk heel veel, dat een aantal gewrichten op elkaar lijken. Dat het schoudergewricht lijkt op het heupgewricht. En de knie op elleboog. En de elleboog en de knie lijken op elkaar inderdaad. Maar ook een stukje de pols en de enkel lijken ook nog op elkaar. Hoe ze op elkaar lijken, daar gaan we het nou juist vandaag over hebben. Maar we doen eerst even lekker de onderarm. Want je onderarm, en doe allemaal even mee. Hang hem maar naar voren. Wat kan jouw onderarm? Draaien. Draaien. Je kan zo draaien en zo draaien. Weer terug.
Ja? Vanuit de anatomische positie, en dat is de duim naar buiten, kun je hem, de duim kun je naar binnen draaien en je kan de duim naar buiten draaien. Nee, dat is dan weer jammer, hè? Nee, zo heet het niet eens een meter. Als je vanuit de anatomische positie je duim naar binnen draait, dus deze manier, en je zal het doen, dan kun je proosten, oftewel drinken. Ja? Dus als ik een glas vast heb, kan ik hem op deze manier kan ik hem drinken. De andere kant op, dus vanuit pronatie je duim naar buiten draaien, noemen ze supinatie. De ezelsbruggetje is proost. En de andere kant is, ik wil graag subsidie, oftewel ik wil geld hebben. Dus je hebt pronatie, duim naar binnen, supinatie, duim naar buiten. Komt ie aan, cijfer top. Duim naar binnen is pronatie. En dan de duim naar buiten is supinatie. Supi. Ja, en dit doen we dan vanuit de anatomische positie. Dat is de makkelijkste om mee te beginnen. Anatomische positie, duim naar binnen, pronatie, proost. En vanuit daar duim naar buiten, supinatie, subsidie. Dat is de ezelsbruggen die ze mij op de fysiotherapie ooit geleerd hebben. En die zitten nog steeds in, dus die kun je gebruiken. Hebben we? Meer is er niet mogelijk in je onderarm. Ja, je kan ook nog knakken. Maar dat is niet echt een natuurlijke beweging. Dan de volgende. En dat wordt de pols. Mijn pols. Mijn pols kan een aantal dingen. Hij kan deze kant op. Hij kan een stukje naar achteren, hij kan deze kant op en hij kan deze kant op. Hij kan ronddraaien, maar dat is een combinatie van een van die vier bewegingen. Ja? Je zal zien, en dat klopt Prem, de ene kant op kan die verder dan de andere kant op. Maar dat is logisch. Jouw rug buigt ook de achterkant op en de achteren ook iets minder ver. Nou, daar gaan we. Ze zijn wederom niet standaard. De standaard dingen die hebben we allemaal wel een beetje gehad. Maar deze positie kun je deze doen. Nou, die kennen we allemaal wel, hè? Dus een bepaalde bevolkingsgroep die doet dit schijnbaar altijd. Dit noemen ze palmairflexie. Waarom? Je buigt. Nou, dat snappen we. En de palm, dit is de palm van je hand, je handpalm. Dus dit is palmairflexie. Ja? Ja? Palmreflectie. Richting de palm. Van de week was er een tweedejaars student die bedacht het ezelsbruggetje voor de andere kant op. En ik zal hem er vast bij zetten. Naar de andere kant, en dat is dan dus de achterkant. Is dorsaalflexie. Nou, die is dan weer wel te begrijpen. Maar die zei van ja, je kan het wel makkelijk uit elkaar houden. Van, misschien moet ik dat niet voor de camera zeggen. Homo's doen dit en sturen ze dan naar achteren. Ik weet het niet meer. Maar als je er langer over nadenkt, dan snap je het misschien niet. Denk er maar even over. Oh, homo's doen zo en sturen ze dan door naar achteren. Ja? Even voor de duidelijkheid, ik heb er niks tegen, maar zus is hartstikke lesbisch en getrouwd, dus ik heb echt geen enkel negatief idee daarover. Palmreflectie, dorsaalflexie. Dus gewoon voorkant buigen, achterkant buigen. Juist. Naar de palmkant en naar de achterkant. Ja, dus je kan zeggen palmreflectie is buigen richting de palm, naar de palm van je hand.
En dorsaalflexie is naar de handrug, noemen ze dat dan ook wel. Ja, het is het mooie met die ezelsbruggetjes. Ze slaan soms helemaal nergens op. Maar ik weet zeker, deze ga je niet vergeten. Die ga je niet meer kwijtraken, deze. Ja? Yeah? Maar goed, we hadden in die pols hadden we er nog twee. Dat is nog gekker inderdaad. Je komt vanuit hier naar de duimkant en naar de pinkkant. Ze noemen het. Welke bot zitten aan de ene kant, welke zitten aan de andere kant? Ja, zeg maar. De radius. Dit is de radius. En die andere? Ulna. Hij weet gelijk de Latijnse namen, maar hij heeft natuurlijk een kleine voorsprong ergens vorig jaar bij elkaar gesprokkeld. Dit is de radius, spaakbeen. Aan de pinkzij zit altijd de ellepijp en dat is de ulna. Kan ik dit hier weghalen op het bord? Hebben jullie dit ook beschreven? Want anders wordt het één grote chaos hier. Echt waar, heb je honger? Dat wordt nog wel wat dan. Even kijken, je duim. Daar zit je radius. En als ik dus beweeg deze zijde op, dus zijwaarts richting mijn duimkant, noemen ze dat radiale flexie. Er zijn verschillende versies hoe ze dit noemen. Ik kan trouwens voor de zekerheid wel even kijken in de map. Want dan gebruik ik even degene die in de map staat. Heeft iemand dat mapding bij? Ja, een kast. Ja, maar ik zie. Oh, jij hebt hem hier liggen. Mag ik heel even in je al of niet deel kijken? Want dan gebruik ik heel even de versie die ze hier gebruiken. En die. Een kleine wijziging, wat ik gebruik, degene die in het boek staat, is radiaal flexie. Zo staat die. Ja? Ja, het is een kleine wijziging. Gebruik de typex. Maar je duim, hoor, dat is toch niet je radius? Nee, maar die zit wel aan die zijde. Je duim is aan de radiuszijde. En dus noemen we die kant op gaan, noemen we radiaal flexie. Nou, dan pakken we de pink. Dat is dan de andere kant op. Dit is aan de zijde van de ulna. En dat noemen we dan, hoe hebben ze een naam? Hoe noemen ze? Ulnair flexie. Ja, dan hebben we exact degene die in de hoek staat. Ulnair flexie. Pols. Plantair flexie. Palmeinflexie, sorry, plantairflexie straks bij je voet. Palmeinflexie, dorsaalflexie, radiaalflexie en ulnairflexie. Vingers slaan we over, die hoef je niet te doen. Duim slaan we ook over, hoef je ook niet te doen. Bekken slaan we over. Heup, daar gaan we in één keer naartoe. Vet, hè? Wat kun je met je vingers? Nou, we kunnen hem al doen voor de show, hoor. Wat kun je met je vingers? Flexie, extensie, klaar. Je kan alleen nog andere gekke trucs mee. Hey. Abductie, abductie. Oppositie, repositie, maar die laten we allemaal voor wat het is. Die staan namelijk niet in de map, dus hoeven we ze ook niet te doen. Killer. Killer, hè? Niet normaal, gekke werk. Nou, nu hoef ik bijna eigenlijk niks meer te zeggen, want zoals beloofd, schoudergewricht, heupgewricht zijn eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Daar gaan we. Mag ik nog een blaadje? Prem, je heup, hetzelfde als de schouder. Kom maar op, noem er maar eentje. En noem gelijk alle tweede versies. Dus niet alleen maar één kant op, maar ook dan de terugversie. Welke beweging kan ik maken in mijn heupgewricht? Oh, abductie. Abductie. En? Abductie. Heel goed. Opschrijven. Check. Ja. Maar moet ik hem nog voorschrijven? Ik denk dat jullie hem ondertussen weten. Ja. Abductie. Abductie.
zijwaarts naar buiten, weer terug naar binnen. Abductie was zijwaarts naar buiten. Sorry? Abductie was zijwaarts. Ja, van A naar B. Klopt. Wie doet de volgende? We hebben abductie. Abductie in de heupgewricht nu gehad. En de laatste exploratie. Bijna goed. Rotatie. En de rotatie. Yes. Het makkelijkste is altijd te zien als je de been buigt, maar dat zei ik ook met je elleboog. Je hebt exorotatie, dat is dit. Het been draait naar buiten, dat is exorotatie. En je hebt endorotatie, dan komt hij weer terug naar binnen. Waarbij dit dus stabiel blijft. Exorotatie, endorotatie. Of met een gestrekt been zit het er als volgt uit. Endorotatie, maar dat kan dit geding niet zo goed. Dan gaan de tenen draaien dus naar buiten. En endorotatie komen de tenen weer terug naar binnen. Ja, dus hier draait hij naar buiten en weer naar binnen. Maar dat vindt deze rakker niet zo heel erg lekker. Naar buiten is? Exorotatie. Exit. Wat zei je? Rakker. Wat zei je? Doe jij de laatste even? Ja. Abductie, adductie, exorotatie, endorotatie en de hulplijn voor je. Wordt die ingeschakeld of niet? Nee, die wordt niet ingeschakeld. Nee, die wordt rechts naast je ingeschakeld, zie je. Ik weet het niet. Als je het nu nog niet weet, dan wordt nu ook links ingezet. Opdrukken tot meneer. Nee, nog een keer? Even de goede. Ja, doe maar vooruit, zeg maar. Retroflexie. En antiflexie, inderdaad, ja. Goed. Antiflexie, retroflexie. Ja, het is hetzelfde als de schouder, hè. Je kan zijwaarts en weer terug. Je kan voorwaarts en weer terug. Achterwaarts en voorwaarts is dan weer hetzelfde. En exo en endorotatie. Ant is naar voren of vanuit achter naar voren. En dit is allemaal retroflexie. Handflexie, retroflexie, handflexie, retroflexie, handflexie, retroflexie, handflexie. Zo kun je altijd door. Abductie, 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 abductie. Yes? En exo en endo, exo en endo, exo en endo. Rachel is nog even aan het verwerken, hoor ik. De processor die loopt nog even. Ja, je zegt iets heel zacht en dan kijk je naar mij en dan zeg je toch? Dat weet ik dan niet, dat kan ik dan niet volgen. Probeer het eens iets harder in het volume. Nee, zeg maar. En zeg ik, nou, reflexes. Nee, het was abductie. Het is heel zijwaarts. Toch? Heel goed. Heel goed. Nou, de knie, zoals beloofd, is eigenlijk exact hetzelfde als de elleboog. Wie kopt hem in? Doe maar vanaf de mountainbike, kop hem maar in. Wat kan de knie? Niet twijfelen. Vol gas, even iets harder. Flexie en extensie. Flexie en extensie, inderdaad, ja. Geen probleem. Praat je altijd wat zachter? Ja? Hoe ga je dat doen als je straks voor de basisschool staat? 30 van die krioelende kindjes voor je. Wordt wel een mooie. Dit is niet om je voor gek te zetten, maar dat wordt wel een mooie. Dat wordt wel een grote uitdaging, denk ik. Of als jij straks een mountainbike training gaat geven en dan rijdt er eentje 50 meter voor je. Dan, dat is niet erg. Hetzelfde als elleboog. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, je knie kan, je onderbeen kan wel wat naar binnen en naar buiten bewegen, maar vrij snel scheur er iets af. Het alfa vrouwtje heeft een nieuw woord, killer, begrijp ik. Killer. Ja, hè? Heerlijk. Wat zei je? Was dat? Nee, we hebben nog de enkel. En de enkel, zoals beloofd, die lijkt heel erg op de pols, maar is niet hetzelfde. En ik ga heel even op de tafel staan. Zou ik in beeld zijn? Ja, dat denk ik wel, hè? Denk ik niet. Hey, voor de duidelijkheid, mijn dochter heeft gisteren nieuwe sokken voor me gekocht. Ja. Ik was. Ik heb flamingo's. Zoals ik al zei, mijn vrouw is zwanger en die was gisteren echt zwaar. Er was niks mee uit te halen gisteren. En ik was woensdagmiddag was ik thuis. Dus ik zei, nou dan neem ik wel even mee naar de stad. En we moesten nog wat dingetjes halen. We wonen in een boerendorp, dus naar de stad, dat is nogal een opgave. Dan ben je een halve dag mee zoet.
En toen kwamen we ook in de winkel en zei ze, oh papa, en die is dol op flamingo's en daar hingen flamingo sokken. Knalroze, met knalroze flamingo's. Jij bent in exact dezelfde winkel geweest, zie ik. Die heb ik dus ook. En dan heb je ook gelezen dat als je drie paar haalt, dat je er slechts twee hoeft te betalen. En dat had ik niet moeten vertellen. Ik had gewoon maar het ene paar moeten laten, want ik heb dus nu ook. Ik ga het even helemaal laten zien, want er staat ook nog een tekst bovenop. En er ze gaat tot hier door, hoor. Nee. Er staat, these days are gold. Nou ja, dus daar, ik ben blij dat ik geen korte broek aan heb nu met deze soort. En ik heb er ook nog, er staan avocado's op. Mijn dochter en ik zijn altijd dol op avocado's, dus ik heb ook avocado's sokken. Heb jij die ook? Welke heb jij genomen? Oh, ik had nog ananas. Oh, die heb ik niet gezien. Ja. Anders had ik waarschijnlijk 6 paar. Ik heb geen leeg blaadje. Ja, oh ja, wel. Hier moet je het voorin even zelf pakken. Maar goed, we gaan even terug naar de enkel van de flamingo via de pantensprint naar. Ik had ze laten zien. Laat ze heel even zien. Ja, ze zijn echt roze 2.0. Ja. Ze zijn echt roze. Dus nu snap je wel dat ik niet hier zo, want ik denk ja, licht en daar knalroze tussen, dat ik ben net zo'n. Maar goed, dat valt wel heel erg op, maar dit is niet heel veel anders, denk ik. Gaat het goed? De heren, die zit er zo tussen. De enkel. Het enkelgewricht. Oftewel, de overgang tussen scheenbeen, kuitbeen en hier zo je voet. Die kan een aantal bewegingen maken. Welke kan die maken? Vanuit de golf, daar gaan we. Dit is een neutrale stand. Wat kunnen mijn tenen? Omhoog. Of wat kunnen mijn voeten? Omhoog, naar me toe, bedankt voor golf. En omlaag. En wat kunnen de andere kanten? Ze kunnen omhoog en? Pointen. Omlaag. Pointen inderdaad, ja. Vanuit het dansen doen ze dat, maar vanuit het turnen moet je dat ook doen, hè. Dus ja, precies. Het pointen in dit geval, oftewel je tenen van je afduwen, dat noemen ze plantairflexie. Hoe kun je het onthouden? Je kan op de plantjes gaan staan ermee. Tenen van je afduwen. Ja, tenen van je afduwen, dus dat is dit. Plantairflexie. Tenen van je afduwen. Tenen van je afduwen. Het je tenen naar je toe trekken, heet dan weer lekker makkelijk dorsaalflexie. Plantairflexie. Ja, dus net was het palmair en dorsaal in de pols. Nu heet het plantair en dorsaalflexie in de enkel. En dan komen we daarna bij twee blessuregevoelige bewegingen. Moet ik ze opschrijven of niet? Ja. Ik zie dat jij zoekt naar hoe schrijf ik dit. Links en rechts. Zit ik er ver naast? Ja. Je zal... Ik zal het opschrijven. Het is plantair. Plantairflexie. En dorsaalflexie. Dat was tenen van afduwen. En als je tenen van je afduwt, dan was plantairflexie. Is het af. En ik zal zeggen toe. Is het zo te volgen? Als ik het zo opzet, ja, dan weet je, kun je de rest wel zelf invullen. Gaan we weer op. En dan zijn er twee bewegingen die je vanuit de sportgroep niet te ver wil maken. Want ja, dat is het verzwikken van je enkels, want dat kun je ook. Je kan hem op deze manier bewegen. Nee, je kan er dan nog op staan. Ik ook. Ja, je kan er nog wel op staan, maar echt gezond is het niet. Dan is het wel het een en ander in de loop der jaren kapot gegaan. Ja? Dit noemen ze inversie. I-N en dan versie. Versie 1 of 2. Inversie. Inversie. Net zoals dat je de versie van iets kan hebben. Ja, maar je kan ook de andere kant op en dat kun je ook wel. Je kan ook wel zo staan, hè. Maar dat gaat. Mijn schoenen. Even voor de duidelijkheid: mijn schoenen doen meer dan wat mijn enkels doet. Geen nood. Ja? Dit is inversie. Dit is E-versie. Ja. En. Je kan het onthouden, inversie is naar binnen, erin. En E-versie gaat de E van exit, dat is naar buiten. Dus dan gaat je voet
naar buiten of je voet gaat naar binnen. Wat was de tweede? E-versie. Dus je hebt inversie en E-versie. Anders, zo anders. En mijn petje. Gaat het schuiven? Inversie. E-versie. Nou, die romp die hebben we gehad, hè? Ja. Meneer, inversie is toch. Boven. Naar buiten? Want dat was iets deed. De voet gaat dan naar binnen. Ja, naar buiten. Doe jullie lekker andersom. Vul het ook anders in, andersom in op de toets, komt allemaal goed. Okay. Doe wel een bordje. Ja. Nee. Hey, jij wel. Dat loopt wat lekkerder.